de beginjaren van snowboarden was echt avontuurlijk. Iedereen die ging van oudsher naar Oostenrijk en Zwitserland. De Oostenrijkers en de Zwitsers die waren er echt heel erg op tegen. Dan had je ook wel, als je echt de lift in kwam, kan je nu bijna niet meer voorstellen. Hoe heet het, dat de jongeren zeiden, oh ga maar naar boven hoor. Het leuk is dat, zeg, hey, wel apart. En dan was je bijvoorbeeld een dal verder en dan stond daar een oude iemand. En die zei van, nee, je komt de lift niet meer in, want je maakt alles kapot. Je maakt alles kapot. En wat deden we dan? Dan gingen we heel gauw met de jongens vanuit Scheveningen en Hoek van Holland. En dan gingen we met hele groepen naar Frankrijk, want daar mocht alles. Je mocht heerlijk, snowboarden waar je maar wilde. Een Tignes, een Val Thorens, een Les Arcs, die zijn toen groot geworden. Ja, ik denk dat dat toch wel door Frankrijk heel erg gestimuleerd is. En dat de snowboardhandel toen de tijd alsmaar groter werd.